Welkom bij een andere aflevering van Sranatori. In deze aflevering zullen we het hebben over het Agrarisch Onderzoekslaboratorium. En dit laboratorium werd officieel geopend door president Chandrika Prasad Santokhi. Het laboratorium biedt hoogwaardige ondersteuning aan publieke en private stakeholders in de agrarische sector en is opgezet binnen het Agriculture Competitiveness Program, gefinancierd door de IDB en de EU. We bevinden ons op het kantoor van directeur Anand Ramkisun Singh van Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. Met hem zullen we hierover praten. Meneer Ramkisun Singh, welkom in het programma. Ja, dank u wel. Wat is het doel van dit laboratorium? Dit laboratorium is heel belangrijk voor de gemeenschap, zoals u al eerder heeft gezegd. Het biedt ondersteuning voor de sector, onze boeren. We kunnen in dit lab onderzoek doen aan ziekte en plagen, bodemkundig onderzoek ook. Het is belangrijk dat dit laboratorium is gekomen, omdat vanaf 2009, toen ik hier aantrad als onderdirecteur, en toen was het een onderdirectoraat, zag ik dat onder welke omstandigheden onze onderzoekers hun werk moesten doen. En het was niet goed. De ruimte, het apparatuur, dat moest wel vernieuwd worden. En toen begon ik al te denken van nee, ik moet alvast de aanvang maken hiermee. Goed, we hebben dus toen een project geschreven. En met het sectorfonds is dat ook begonnen in 2009. Echter, in 2013 heeft men een aanvang gemaakt en men is niet meer doorgegaan, helaas. Het project is zo gebleven. In 2020, toen de regering, nieuwe regering aantrad, hebben we alles weer opgepakt en zijn we begonnen met het afbouw van dit bijzondere laboratorium. Om terug te komen op uw vraag, om antwoord te geven. De landbouwers kunnen hier terecht als zij vragen hebben. Ze kunnen hun monsters meenemen. Wij gaan ook naar het veld om te bemonsteren. We gaan bodemmonsters nemen en hier verder analyseren om uiteindelijk advies te kunnen geven aan onze landbouwers. En de omstandigheden waarin dus nu onderzoek verricht zal worden, zal een duidelijke zijn. Waarbij er onder die bepaalde omstandigheden, goede omstandigheden, het onderzoek verricht kan worden. Waarbij je eigenlijk kan zeggen, het resultaat die je daaruit kreeg, zal goed zijn. We moeten steriel werken en dat was eerder niet het geval. Nu kunnen we met dit lab ook steriel gaan werken. En ook de accommodatie moet ook goed zijn, de ruimtes. Zo is het lab al zodanig ingericht. Vertelt u ons meer over de financiering van dit laboratorium? Ja, het lab is gefinancierd uit de IDB-lening die de overheid heeft. Daaruit is ongeveer 1,7 miljoen gebruikt voor het lab. We zijn er nog niet. We hebben een gebouw die voldoet aan de omstandigheden. Weliswaar hebben we ook apparaten nodig. Die apparaten die gaan ook gekocht worden uit de IDB-lening. Het gaat ongeveer om 1,2 of 1,3 miljoen. Voorlopig werken we met onze apparaten die we hier hebben. Dat is belangrijk. Het derde onderdeel is capaciteit. We hebben nu een tekort aan capaciteit. Dat moeten we opvoeren. We hebben nu al, heb ik wat sollicitaties binnen en daar ben ik heel erg blij mee. Maar er moet meer aandacht besteed worden aan onze landbouw. Voor onderzoek, gedegen onderzoek, hebben we jonge krachten nodig. Bij deze wil ik ook iedereen oproepen, mensen van het NATIN, middelbaar en ook wel HBO'ers, universiteitsgeschoolden, om als ze klaar zijn met hun studie bij de overheid te komen en ook ons te helpen, zodat we genoeg mensen hebben die onderzoek kunnen verrichten voor de agrarische sector.
En wat zijn de verwachtingen op lange termijn voor dit laboratorium en als we kijken naar de agrarische sector? Als wij gedegen onderzoek doen, dan zijn onze resultaten ook positief. En we kunnen op die manier verder gaan helpen om de boeren verder te ondersteunen. Door hun die informatie te geven die van belang is, maar ook die betrouwbaar is. Dus daaraan, dat gaat ook een positief resultaat zijn voor de productie en onze exporten. Het gaat ook boeren kunnen triggeren ook om aan landbouw te kunnen doen, want wanneer ze vragen hebben, kunnen ze hier bij ons ook terecht. Zijn er plannen voor samenwerkingen met andere organisaties of instellingen binnen de agrarische sector? Ja, dat zeker. We hebben het CELOS, dat is ook een onderzoekscentrum. En we hebben de universiteit en ADRAN. We gaan met al deze instituten samenwerken om uiteindelijk te komen tot een hoger niveau in onderzoek. We moeten ook proberen die samenwerking te behouden. En dat kan middels een samenwerkingsverband met alle onderzoeksinstituten, zodat ons niveau van onderzoek op een hogere pijl kan komen. En kunt u ingaan op de technologieën die gebruikt zullen worden of zullen worden toegepast in dit laboratorium? Wij gaan gebruik maken, wanneer we apparatuur gaan bestellen, van de nieuwste van het nieuwste. Dus om efficiënt bezig te zijn en om die betrouwbaarheid van ons onderzoekresultaten te kunnen hebben, ga je met nieuwe technologieën moeten gaan werken. Onderzoek blijft niet stilzitten, we gaan steeds verder. Je hebt wel steeds nieuwe methodes om aan onderzoek te doen. En wij gaan die nieuwe methodes ook gaan gebruiken. De producten die geëxporteerd worden, die moeten voldoen aan standaardvoorwaarden. Certificering is een van de belangrijke zaken. Wij gaan ook als zodanig werken dat wij ook de boeren, die exporteuren, onze exporteurs, kunnen helpen. Dat zij ook hun certificering zo snel mogelijk binnen kunnen hebben. Dus daar gaan we ook aan helpen, aan meewerken. En wij gaan ook niet alleen maar in Suriname de instituten, maar ook buiten Suriname. Dus we hebben onze CAFSA hier. We gaan samenwerkingsverbanden aanknopen met met het Caribisch gebied, universiteiten en ministeries van landbouw van het Caribisch gebied. Maar ook universiteiten in Nederland. We hebben een goede samenwerking met Wageningen. En hiermee zouden we dat ook kunnen verstevigen. Dat er ook een uitwisseling van onderzoek van studenten vanuit Wageningen hier naar Suriname ook gedaan kan worden. Waardoor we ons niveau kunnen opkrikken, ja. En hoe zal er ervoor gezorgd worden dat de diensten van het laboratorium ook toegankelijk zijn voor kleine boeren of landbouwers? Het is toegankelijk voor iedereen. Studenten, boeren, exporteurs, alle ondernemers die daarbij geholpen zouden kunnen worden. Onze deuren staan open om onze diensten te verlenen. Immers is het een van onze pijlers van het ministerie, een van onze beleidsdoelen om faciliterend bezig te zijn. En wat zal dit laboratorium dus eigenlijk betekenen als we kijken naar de toekomst voor de agrarische sector van ons land? We gaan meer moeten kunnen produceren. Ja. Die ondersteuning wordt daarbij geboden. We gaan heel snel kunnen detecteren welke ziekte en vragen zijn. We kunnen snel actie ondernemen. En daardoor is de boer eerder geholpen. Want stel eens voor dat hij lang moet wachten voordat hij weet welke ziekte en welke plagen hij heeft. Intussen zijn die plantjes al afgestorven. Dus we moeten snel kunnen werken. En hierbij gaat het laboratorium zijn diensten kunnen verrichten. Snel kunnen detecteren en snel kunnen adviseren. Zal het laboratorium ook bijdragen aan het verduurzamen van de agrarische praktijken in ons land? 100% zeker. Ja. We werken aan systemen. Niet alleen maar aan bijvoorbeeld advies geven voor een bepaalde ziekte, maar geïntegreerde systemen. Ja. Dus integrated pest management is een van onze belangrijke zaken die wij de boeren leren om dat te kunnen doen. Omdat je niet alleen maar op één insecticide of alleen maar om één
functies die daar gaan moeten werken. Het is een compleet geheel. En dat noemen ze geïntegreerde pest management. Dus dat gaan we ook bevorderen. We gaan ook bevorderen biologische teelt. Ja. Daar gaan we ook kijken van wat voor middelen wij kunnen gebruiken in plaats van insecticide die we gewoon normaal terugkopen. Dus biologische bestrijdingsmiddelen, dat promoten we ook. Ja. En zodanig ook dat wij efficiënter kunnen gaan werken en minder pesticiden gaan gebruiken. Kunnen we dit een mijlpaal noemen voor ons land? Ja, dit is maar, ik moet maar ook meegeven, dit is maar één onderdeel. Er komen nog drie laboratoria. Eén is laboratorium voor residugehalte, waarbij we ook residuen gaan meten, is van insecticiden, pesticiden. Het volgende lab, dat ook ik denk in december geopend zal worden, is het veterinair lab, die te maken hebben met de veeteeltsector. En het laatste, dat is ons plantdiagnostiek laboratorium, ons Plant Health Lab. Daar gaan we kijken naar importen en exporten van onze producten. De ziektes en de plagen die voorkomen bij import en export. Als wij dat ook goed doen, dan hebben we ook daarbij die bijdrage geleverd aan onze exporten verduurzamen. En dan houden we ook een goede naam voor Suriname. En als wij minder notificaties krijgen van het buitenland, dan kunnen we dus daarmee meer exporteren. Dat wil zeggen dat het vertrouwen voor onze producten, dat ze voedselveilig zijn, toeneemt. En dat is van belang. Dus alle randvoorwaarden die nodig zijn voor de productie van agrarische producten, daar moeten we voldoen. En daarbij is ons laboratorium hier een voorwaarde voor. En is er een tijdlijn voor de nieuwe laboratoria of andere laboratoriaprojecten? Ja, we willen voor eind van het jaar het residu-lab en het veterinair lab operationeel hebben. En ik denk misschien maart of april volgend jaar het Plant Health Lab. Ja, dus er is nog wat werk aan de winkel. Heeft u nog een aanvullende boodschap naar de Surinaamse samenleving toe? Zoals ik eerder had gezegd, studenten aanmoedigen om landbouw te kunnen doen. Landbouw is immers een duurzame vorm van ontwikkeling. Oil en gas, die raakt een dagje op, maar we moeten green gaan. Dus als je praat over investeren in een duurzame sector, dan is de landbouwsector de duurzaamste sector. Ik wil iedereen ook aanmoedigen om dat te kunnen doen. Vooral ook omdat straks de wereldbevolking, die groeit nu al tot bijkans 8 miljard. Hoeveelheid terrein dat we nog over hebben voor landbouw, die wordt steeds minder door climate change. Dus we gaan op minder terrein meer moeten gaan produceren. En we gaan meer monden moeten gaan voeden. Dus het is van belang dat wij verder investeren in deze bijzondere sector. Voornamelijk ook omdat we de potentie als Suriname wel hebben om het te kunnen doen. We hebben genoeg grond, we hebben genoeg water, we hebben een mooie markt, onze Caribische markt, die we moeten kunnen voorzien. En laboratoria is in deze een bijzondere noodzaak. En we moeten investeerders ook proberen aan te trekken, zodat zij kunnen gaan investeren en onze jeugd meer gaan richten op duurzamere sectoren dan slechts alleen oil en gas. En achter mij ziet u het Agrarisch Onderzoekslaboratorium, waarover directeur Anand Ramkusun Singh gesproken heeft, de directeur van Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sranatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.